Justitieminister Kenneth Amoksi is in overleg getreden met zijn collega minister van Buitenlandse Zaken over de spraakmakende kwestie waarbij een Surinaamse drugscourier is aangehouden in Sri Lanka. Amoksi zei vandaag aan journalisten dat er nu stappen worden gezet om meer informatie te krijgen en te kijken hoe de zaak verder zal worden afgehandeld. Kijk, het gaat om sowieso een Surinaamse staatsburger. En dan denken we aan de consulaire assistentie die we kunnen verlenen. Ik heb begrepen dat de mevrouw een advocaat in de arm heeft genomen. Dus juridische bijstand krijgt ze. Maar vanuit de overheid, het gaat om een Surinaamse burger. En die verantwoordelijkheid voor onze burgers, waar overal, waar ook ter wereld, hebben we. En dat dragen we ook. Amoksi zegt dat drugsdelicten strafbaar zijn en zullen blijven. Dit moet heel duidelijk zijn bij de samenleving. De bewindsman zegt dat er onderhandelingen tussen Suriname en Sri Lanka zullen volgen, mogelijk uit humanitaire gronden. En ook hier word je gestraft. Alleen hebben we, als we misschien naar serieuzere straffen, over serieuzere straffen denken, wat is mogelijk bijvoorbeeld om de doodstraf te krijgen in Sri Lanka. Wij hebben de doodstraf hier afgeschaft en op die koers varen we dat wat je niet oplegt in jouw land, wil je ook niet graag dat jouw onderdanen moeten ondergaan in een ander land. Dus eigenlijk gaan we die focus aanhouden, weet je, om uit misschien humanitaire gronden om in overleg te gaan. Ten aanzien van een grote drugsvangst, welke recentelijk in België is gedaan, informeert Amoksi de gemeenschap dat de drugs niet afkomstig is uit Suriname. Deze informatie zou de procureur-generaal hem eerder hebben gegeven.